Een stuk van 13.000 kuub van de Marke Wadden is opgebouwd met zand onder de naam Klasse Industrie. En dat betekent vervuild. Roel Posthoorn van Natuurmonumenten legt uit. Het blijkt dat in 2016, dus het eerste jaar van aanleg, toen Boskalis, om überhaupt een begin te kunnen maken met die eilanden, een aantal onderwaterdammen aangelegd heeft als beginpunt. Dat hebben ze gedaan met zand van elders. En twee partijen zand, die bleken nu de klasse industrie te hebben. En dat is herbruikbaar zand, zeg maar, dus dat mag je gewoon opnieuw gebruiken. Maar wel onder de voorwaarde dat het wordt toegedekt. En het is op dit moment onduidelijk welke stoffen er in het zand zitten. Daar is ook een bemonsteringsrapport van toegeleverd destijds. Ik had dat zelf niet in beeld, maar Boskalis heeft dat wel allemaal netjes volgens de procedures gemeld, inclusief een analyserapport van de samenstelling van dat zand. U kunt me dat op dit moment nog niet vertellen? Ik heb dat niet in mijn hoofd zitten, nee. Maar waarom hebben jullie dit niet eerder aangegeven? Wij hebben zelf de grondstromen echt bestuurd vanaf 2017. En we hebben eigenlijk niet ver genoeg teruggekeken, zeg maar. Het is niet de eerste keer dat er giftige stoffen zijn gevonden. Een jaar geleden bleek dat het natuureiland Marke Wadden van Natuurmonumenten ook gevuld is met granuliet. En daar zit het kankerverwekkende polyacrylamide in. Het is wel zo, omdat naar aanleiding van de discussie over granuliet zijn wij nog weer preciezer gaan besturen hoe we met die grondstromen om willen gaan. We hebben toen dus ook teruggekeken tot 2017, omdat we toen begonnen zijn met die actieve ontvangst van grond van elders. En ik heb toen gewoon niet ver genoeg teruggekeken. Kan ik nu constateren, dus dat spijt me natuurlijk. Want ik wil dat wij echt zo transparant mogelijk, echt transparant over Marke Wadden communiceren. Volgens Natuurmonumenten zijn er geen verrassingen meer te verwachten en heeft het milieu er niet onder te lijden. Wat er nu is toegepast, is echt conform de regels toegepast, is afgedekt op de manier zoals dat moet. Zelfs met een veel, veel dikkere laag zand dan zou moeten, want er ligt iets van 3 tot 5 meter schoon zand uit het Markermeer bovenop.